Goedemiddag dames en heren, welkom bij een nieuwe aflevering van Play Sports Scots. En we hebben vandaag gekozen voor twee voetballers. Het zijn jongens met een gemeenschappelijk verleden, want ze werden in 2015 bij A-agent en met A-agent kampioen van België. En daardoor zijn ze voor altijd onsterfelijk in de Artevelde stad. Maar ze spelen nu, en dat is ook iets wat ze gemeenschappelijk hebben, in Frankrijk, in de Ligue 1. Thomas Fouquet en Matt Sels. Goedemiddag allebei, heren. Goedemiddag. Goedemiddag. Fijn dat jullie even kunnen praten met ons en vooral over de situatie. Laten we beginnen bij het begin en ja, het gegeven van de dag. Waar zitten jullie nu op dit moment? In Frankrijk of in België, Thomas? Ik ben eigenlijk heel snel naar België gevlucht. Al van 13 maart zit ik eigenlijk al in België, dus ik zit hier toch al een goede maand. Ik zit nu in Westmünster bij mijn vriendin momenteel. En het kon ook van de club om Frankrijk te verlaten en in België in quarantaine te gaan. Ja, op zich hadden ze liever van in Frankrijk te blijven, maar met dat ik zat hier eigenlijk al. Dus ja, dan was het ook gewoon beter van hier te blijven en met dat ik daar op een appartementje zit en hier heb je toch wat meer ruimte. Ja, en Mats, hoe zit dat bij jou? Ja, ik zit ook bij de ouders van mijn vriendin. In België dus. Dus normaal gezien hadden wij een week vrij gekregen, maar dan is die lockdown ingegaan. En dan, ondertussen zitten we hier nu toch al 3 weken, denk ik. Want eigenlijk was dat niet de bedoeling dat we hier zo lang gingen blijven, maar het beste van proberen te maken. Hè. Ja, ben je geschrokken vooral door de harde en strenge maatregelen in Frankrijk? Want daar zijn ze nog strenger dan in België. Kijk maar naar wat Philippe Gilbert overkwam. Hij ging fietsen en heeft een boete gekregen. Ja, ik denk dat het in Frankrijk zo is dat ik heb een speciaal papier van de club gekregen. Maar als je zogezegd in Frankrijk wil buiten komen, moet je eigenlijk aanduiden wat je gaat doen. Dat je naar de winkel gaat, dat je gaat sporten, zoiets. En ik denk dat dat binnen de straal van 2 kilometer van je huis moet zijn. Dus als ze kunnen aantonen dat dat niet is, dan denk ik inderdaad dat je een probleem hebt in Frankrijk. Dus in België is het sowieso al iets soepeler en iets gemakkelijker voor nog aan sport te doen. Ja, is het ook door de omstandigheden in de regio waar jij aan de slag was, Mats, Strasbourg, een zwaar getroffen regio, dat je dacht van ja, laat ik toch maar zo snel mogelijk vertrekken richting België? Nee, ja, op die moment was dat nog niet echt zo duidelijk, maar inderdaad, ik heb gelezen dat er vlak tegen de Zwitserse grens, in een kerk of zoiets, dat daar heel veel mensen besmet zijn geraakt. En ja, dat dan dus echt wel daar de kant van Strasbourg, Colmar, Moulhouse, die kanten, dat echt wel een van de, samen met Parijs denk ik, een van de zwaarst getroffen regio's is. Ja. Ja. En hoe zit het in Reims, Thomas? Goh, ik denk dat daar wat laat op gang is gekomen. Want terwijl het hier allemaal terug begon te worden, was daar eigenlijk alles nog open. Cafés, restaurants. En dan denk ik van de ene dag op de andere is dat daar ook allemaal dicht gegaan. Dus op zich wel blij dat ik dan al in België was. Maar ze zijn daar echt van de ene dag op de andere zijn ze ook alles beginnen sluiten. En moest iedereen binnen blijven, ja. Ja, ik vermoed dat jullie nu allebei trainingsschema's krijgen van de club in afwachting van nieuwe ontwikkelingen. Het voetbal komt er misschien hopelijk toch weer aan. Wat is dat concreet, Mats, zo'n trainingsschema van op afstand, vanuit België proberen te volgen? Ja, dus in eerste instantie is dat een beetje een loopprogramma. De eerste week was dat een loopprogramma. En nu, sinds begin deze week, krijgen we ook via Zoom zogezegd een gemeenschappelijke training, krachttraining is dat. Dus vanuit de club wordt er wel, ik probeer ze wel iets te doen, maar oké, dat is nooit voldoende. Dus daarom probeer ik op mezelf ook nog wel iets extra te doen. Met een personal coach ga ik 3 keer per week, doe ik dan wat krachtoefeningen, explosieve dingen. Als keeper zijn, dan is dat toch belangrijker dan dat je 10, 20 kilometer gaat lopen. Dat is iets minder belangrijk als doelman dan als speler. Dus het is vooral belangrijk dat ik mijn explosieve kracht blijf houden. Dus daarom dat ik iets explosiever probeer te trainen dan een voetballer. En hoe overloopt dat praktisch, zo'n groepstraining via Zoom met 20, 25 man erop?
Ja, dat is verdeeld in twee groepen. Dus dat is een groep 's morgens en een groep in de namiddag. En dan is dat de physical coach die oefeningen geeft. En dan moet heel de ploeg die volgen. Dus dat is nog wel redelijk pittig. Dat is meestal 1 uur, maar uiteindelijk is dat wel meestal is dat meer dan voldoende. Dus 1 uur heel scherp proberen te trainen. Dus, ja. Maar ik vermoed dat het in het begin wel lachen is, want je doet het op een manier die echt totaal niet gebruikelijk is. En ja, dan raakt er iemand niet in Zoom waarschijnlijk en valt er iemands iPad omver, weet ik veel. Zo'n toestand. Ja, de oefeningen zelf, dat zijn natuurlijk, die kennen we, de meeste oefeningen kennen we, dus dat is niet het probleem. Het grootste probleem is, het grappigste is meestal waar dat iedereen zit natuurlijk. Hè. De ene zit in een bureau, de ander zit in de garage, de ander zit in de tuin. Dus overal, alle verschillende locaties. Dus dat is een beetje grappig, maar uiteindelijk lukt dat goed. En proberen we daar het beste van te maken en alle kleine beetjes helpen, hè. Absoluut, je moet in vorm blijven. Thomas, er was echt tragisch nieuws bij jullie op de club. Want de clubdokter is zelf uit het leven gestapt nadat hij hoorde dat hij corona had. Hoe is dat bij jullie binnengekomen? Want ik vermoed dat dat een onwaarschijnlijk verhaal is natuurlijk. Ja, dat was wel even een shock. Want dat was ook ineens, ik had het zelfs niet eens vernomen via de club. Ik had toevallig iets zien passeren op Twitter van een journalist. En ik zeg, ik ken die naam van ergens. En ik begon dat zo op te zoeken. En ik zag ineens dat dat een dokter was. En dan begon iedereen ook in de WhatsApp-groep en zo. Maar vol ongeloof ook. Ik weet er zelf ook nog niet het fijne van. Ik denk dat dat ook normaal is dat zo wat... wordt gehouden, maar voor ons was dat echt een slag, want dat was een goede persoon, dat was een man die was echt als een shock gekomen. Ja, de verbinding was eventjes minder goed met jou, Thomas, maar ik heb begrepen dat het een shock is. Is het iemand waar je dagelijks contact mee had, of kwam die maar sporadisch op de club? Nee, dat was echt de clubdokter. Hè. Die was dus elke dag op de club. Alle matchen was hij daar. Dat was wel degelijk de dokter waar we met dagelijks in contact stonden. Ja redelijk zot dat gebeurt. Maar bon, je weet er dus blijkbaar nog niet echt het fijne van door het feit dat je ook in België zit. De Ligue 1, waar jullie allebei actief zijn, die zou willen heropstarten ergens half juni. Dat is de ambitie. Hoe realistisch lijkt jou dat, Mats, op dit moment? Oh ja, ik eerlijk gezegd weet ik niet. Hoe realistisch dat is. Zolang dat er natuurlijk geen vaccin is, kan het altijd terugkomen. Dus het zal gewoon met veel veiligheidsregels zijn en misschien zelfs met masker naar de training rijden worden en zo, die zaken. Met veel bescherming. Maar als er één speler misschien terug geïnfecteerd geraakt, dan moet misschien heel de ploeg terug in quarantaine. Dus ik hoop enigszins dat we nog wel spelen. Want het is toch met een wrang gevoel dat je het seizoen afsluit. Want ik denk beide aan een goed seizoen bezig. Rijns ook. Dus je wilt dat toch afmaken. Maar natuurlijk, we moeten zien. Hopelijk in een goede vorm dat kan afgemaakt worden. Het plan is om de 3 dagen nog een wedstrijd te spelen en zo het seizoen af te maken. Hè. Is dat haalbaar om dat te doen, Thomas? Voor jou, voor de club ook, voor iedereen? Ja, ik denk dat we als speler inderdaad dat seizoen misschien wel nog graag zouden afspelen. Gewoon dat er geen discussies of niks. Maar is dat haalbaar? Dat wordt het heel zwaar, hè? Dan wordt het wel heel zwaar. Want ik bedoel, nog 10 speeldagen op het programma. Hallo, Thomas? Ja? Ja. De verbinding is niet op. Match. Wacht. Misschien... Een plekje zoeken waar er misschien net iets betere verbinding is. Want het is zonde om het verhaal te missen. Maar bon,
Misschien eens horen bij Mats. Het seizoen afmaken, nog 10 speeldagen. Hoe realistisch is dat voor jou? Want ja, op 2-3 weken moet dat dan gebeuren. Dat is echt crazy. Dat is gekke werk. Ja, op 2-3 weken lijkt me niet haalbaar. Maar in misschien 4-5 weken is zeker haalbaar. Natuurlijk, ja, dan moeten we... dan gaan dat veel wedstrijden op korte termijn zijn. Maar als je Europees speelt, dan speel je ook om de 2-3 dagen. Dus op zich is dat niet echt een probleem. Ik hoop enkel dat er... dat voldoende spelers... kwestie blessure spreek ik dan. Dat voldoende spelers bezig blijven voor... dat die toch niet geblesseerd geraken. Want dat is, denk ik, het grootste punt. Losstaand van het corona. Maar natuurlijk, ja, als je in 5-6 weken 11 wedstrijden moet... of in 4-5 weken, beter gezegd, 11 wedstrijden moet spelen. Wij 11, denk ik nog. Dan gaat dat heel, heel pittig worden. Dus hopelijk... kunnen we daar een goede oplossing voor vinden, want het seizoen daarna gaat waarschijnlijk ook heel snel terug beginnen. Ik denk dat ze spreken van 23 augustus, dus dat gaat maar dat je dan maar één of twee weken daartussen tijd hebt voor iets te recupereren. En dan denk ik dat je maar 2 weken hebt of 3 weken voor voor te bereiden voor volgend seizoen. Dus ik denk dat losstand van het corona, ook het geval natuurlijk, blessures bij een sporter speelt ook nog mee. Hopelijk valt het allemaal mee en kan dat in elkaar vallen. Ja, want Bixant Lisa Razou, die zei zelfs al, ja, misschien moet je gewoon het einde van dit seizoen plakken aan de start van het nieuwe seizoen. Dat dat één geheel is natuurlijk. Dat is misschien het enige haalbare alternatief op dit moment. Laten we eens terug naar Thomas, want hopelijk is de wifi-verbinding nu wat beter. Het seizoen dat jij en dat jullie ploeg aan het spelen zijn, ja, is eigenlijk redelijk onwaarschijnlijk. Dat is knap. Jullie staan voorlopig op een 5e plaats, Europese plek. Ja, is dat ver boven de verwachtingen of was dat misschien de stille ambitie ergens? En dan was Thomas toch weer weg. Dat is heel spijtig, want het leek allemaal goed te gaan, maar de verbinding is echt niet goed genoeg. Toch weer een ander plekje opzoeken, Thomas, want we zien je wel, maar... Ik heb nu gewoon mijn 4G opgezet. Volgens mij misschien is dit beter. Ik zal de vraag nog eens herhalen. Jullie staan vijfde. Ja, voor ons is dat inderdaad onwaarschijnlijk. Van mij, als ze het hierbij laten en de punten zo verdelen, ja, zou voor ons een droom zijn natuurlijk, maar ik vrees er wat voor. En het staat ook zo dicht op elkaar. Ik denk dat het nu echt de momentopname was dat wij op de perfecte plaats, op het perfecte moment stonden. Dus ik denk dat wij misschien op 1 of 2 punten van Strasbourg staan, bijvoorbeeld. Dus, 3 punten. Dat kan op een op 3 punten. Dus dat kan op een speeldag kan dat veranderen. Dus momenteel is dat een droom. Maar eerlijk is eerlijk. En ik zou het ook nog liever afspelen, natuurlijk. Ja, want jullie staan inderdaad maar 4 punten boven de 13e plaats. Dus het zit gigantisch dicht bij elkaar. Oké, als jullie daardoor Europees voetbal afdwingen, zou dat wel mooi zijn. Maar bon, het kan nog allemaal uitgespeeld worden. Bij Strasbourg, Mats, ja, Thomas zei het net, het zit dicht bij elkaar. Hoe is het gevoel bij jullie na het seizoen tot dusver, na die 28 speeldagen? Ja, in Frankrijk is dit seizoen een heel raar competitie. Want ik denk heel het seizoen al staat alles gewoon heel kort bij elkaar. Dus ik denk een paar speeldagen geleden stonden wij vijfdes. Oké, hebben de laatste 2 weken was een beetje minder. En dan zijn we een beetje weggezakt. Maar inderdaad, als je 2 keer terug wint, sta je daar terug bij de 6 eerste. Dus een heel rare competitie dit seizoen. Heel veel ploegen die eigenlijk hetzelfde niveau hebben. Dus daarom, ja, inderdaad, voor Rems zou dat heel mooi zijn dat seizoen natuurlijk op deze moment afgelopen zou zijn. Maar ja, natuurlijk, het blijft mij een vreemd gevoel. Dus we zullen zien, afwachten. Ja. We moeten eerlijk zijn, de Franse competitie is tegenwoordig moeilijk te volgen in België, zeker in Vlaanderen, omdat het nergens live wordt uitgezonden, in tegenstelling tot vroeger. Daardoor worden jullie... prestaties misschien net iets minder gevolgd door mensen in België. Vinden jullie dat vervelend? Want ja, jullie spelen gewoon alles in een topcompetitie als Frankrijk, Thomas. Goh, ja, maar langs de andere kant, ja, ik begrijp het wel, want ik heb de competitie zelf ook nooit gevolgd vanuit België. Dus
Ik weet dat mijn vader het zelfs moeilijk heeft om alle matchen te kunnen volgen. Die moet ook livestreams zoeken en zo. Dus het is gewoon niet makkelijk om het te volgen vanuit België bijvoorbeeld. Dus in die zin, maar ja, het is wat het is. En als iemand je echt wilt volgen, dan zijn er altijd wel mogelijkheden daar niet van. Maar ik begrijp het wel. Het is niet makkelijk om te volgen. Ja, het is misschien ook een beetje de perceptie, hè? Want de Franse competitie heeft zo de naam van... Ja, er is niet altijd heel veel spektakel, veel 0-0'tjes, een 1-0. Het zit allemaal heel dicht bij elkaar, zien we ook in de stand. Hoe kan het spektakel worden opgedreven? En niet alleen bij de sterren van PSG, maar bij alle ploegen in Frankrijk. Dat zal niet te rond zijn, want wij spelen graag de 0. Ik denk dat we al... al een record aantal keer de nul hebben gehouden of zo. Dus dan moet je niet bij ons zijn eigenlijk. Maar ik denk dat Strasbourg wel wat meer goalen maakt. Hè? En ze krijgen er misschien meer binnen. Mat, nee. Ja, als je aanvallender speelt, krijg je er soms meer binnen. Dus ja, in Frankrijk is het natuurlijk gewoon een beetje jammer dat PSG er eigenlijk gewoon bovenuit steekt. En dat is denk ik soms de reden waarom de Franse competitie misschien iets minder gevolgd wordt, omdat het gewoon iets minder spannend is dan de andere grote competities. Maar voor de rest, ja, natuurlijk, wij proberen op een iets lager niveau in het klassement proberen wij ook er op zo'n hoog mogelijke plaats te eindigen. Maar ja, PSG steekt daar gewoon mee... Ja, ver bovenuit. Dus dat is gewoon een beetje het jammeren. Ja, de cijfers. Ik heb ze hier bij mij. Reims, 26 goals gemaakt, 21 tegen. Strasbourg, 32 goals gemaakt, 32 tegen. Dat bevestigt een beetje het beeld wat jullie net hebben geschetst. Jullie spraken allebei over PSG. Die steken er bovenuit. Maar jullie hebben allebei wel een apart verhaal dit seizoen in wat betreft duels met PSG en Neymar. Hè. Thomas, ja, eerst... In Parijs, jullie hebben daar gewoon gewonnen. Hoe kan dat? Want dat was een van de stunts toch van het seizoen. Ja, sowieso. Ik denk dat het een midweekmatch was. Maar inderdaad, tegen Parijs, ik denk dat die misschien 3-4 keer op een seizoen een match verliezen of gelijk spelen. En wij als klein ploegje, we zijn daar gaan spelen. En als het allemaal wel mee zit en je verdedigt allemaal super hard, want... Het is bijna alleen maar verdedigen dat je doet. En als je dan wat efficiënt bent, dan kun je wel wat geluk hebben. Want ik denk dat ik mij zelfs de match van Strasbourg nog herinner. Ik denk dat die voor hetzelfde geld ook gewoon die match hadden kunnen winnen tegen PSG. Dus het is echt een kwestie van details. Want bij hun was het dan Neymar die in de laatste minuut een wereldgoal maakt. Ja, dat kan op elk moment tegen hun. Dus... Ik denk dat het geluk wel aan onze kant stond, maar we hebben ook wel een goede match gespeeld, daar niet van. Hè? Ja. Maar... Eentje om te koesteren, 0-2 in het Parc des Princes. En inderdaad, die wedstrijdmatch die jullie met 1-0 verliezen daar. Een omhaal van Neymar. Oké, beschrijf maar eens hoe jij dat dan beleeft als doelman op zo'n moment. Ja, die wedstrijd was vooral ook, denk ik, met de transferperikel rond hem zelf. Was dat de eerste wedstrijd dat hij terug... voluit voor PSG ging spelen. Dus, en oké, er was heel veel gefluit tijdens de wedstrijd op de persoon zelf. En dat hij dan zo'n doelpunt maakt in de allerlaatste seconde, want dat was in de 94ste minuut. Anders gaan we er 0-0 spelen. Ik denk de 0 houden in Parijs. Ik denk dat een paar seizoenen geleden is dat dat is gebeurd. Dus dat was een fantastisch resultaat. Maar dan... Ja, maakt hij daar een fantastisch doelpunt. En ja, dat weet je natuurlijk, individuele kwaliteit bij die ploegen, ja, maakt het verschil. En ja, was mooi. Uiteindelijk, was een fantastisch doelpunt. Was ik blij. Ja, heeft hij alles van zich afgespeeld door dat ene moment eigenlijk. Al die negatieve commentaar die er de voorbije maanden toen waren op hem. Ja, dat was dan toch de wereldklasse die weer kwam bovendrijven bij Neymar. Thomas, jij speelt ook gewoon al 2 seizoenen lang alles bij Reims. Ben je geëvolueerd in die 2 seizoenen als rechtsachter? Want als we puur kijken naar de cijfers, zeggen we van knap, je speelt bijna alle wedstrijden, maar ja, doelpunten, assists, dat blijft niet zo evident. Hoe ben je geëvolueerd in die 2 jaar in Frankrijk? Goh, ik ben daar vooral op verdedigend vlak... heb ik wel even stappen gezet, want ik kwam toch van België. Dat was meer
hebben wij veel met drie van achter gespeeld ook. Alleen op het einde was ik dan zo echt rechtsachter. Dus het waren eigenlijk mijn eerste volle seizoenen dat ik echt puur rechtsachter was. Dus, en zeker in een Franse competitie met al dat aanvallend geweld en dat is toch veel kracht en snelheid, heb ik toch wel stappen op verdedigend vlak gezet. En inderdaad, ja, die goals, die assists, is nooit echt mijn ding geweest, daar niet van. Maar we maken niet veel goals ook niet. Dus ik denk dat we 20, ja, iets meer dan 20 gemaakt hebben in 30 matchen. Dus ja, wij zijn heel efficiënt. En als wij de nul houden en we maken een golfje, ja, dan is het boeken toe. Dan is de match binnen. Dat is bijna quasi zeker. En dan mogen de mensen naar huis gaan, dan hebben ze het gezien. Ja. Zeg, je vertelt, ik score niet vaak, dat is niet echt mijn ding. Maar er staat nog altijd een doelpunt op, een netvlies gebrand. Een goal van jou in de Champions League in Valencia, dat was wel een beauty. Dat mogen we wel meer zien. Ja, maar... Het was ook wel een ander systeem, denk ik, een beetje. Het was iets aanvallender ook, hè, dat Thomas toen misschien... Ja, maar ik heb liever dat ze die goal onthouden dan als ik er nog een paar maak. Dus ik kan beter bij dan die en houden. Dus, ja, het was wel een beauty in de Champions League. Dat zijn er die tellen. Ook al verloren jullie die match zeker, hè, uiteindelijk, in Mestalla. Ja, we hebben die ook verloren. Ja. Ja. Dankzij Mats. Ja, oké. Okay. Mats was de boosdoener. Nee, totaal niet. Mats, vertel jij eens, want bij Strasbourg vorig seizoen de Ligabeker gewonnen, ook al stond je die finale niet tussen de palen. Ja, een ploeg die terug is op het hoogste niveau. Ben je daar op je plek beland na een aantal jaren van rondtrekken, zeg maar, aan Newcastle, Anderlecht, nu Strasbourg. Is dat jouw plek op dit moment? Je bent altijd een speler, ben je altijd ambitieus. Dus ik probeer sowieso... Als probeer ik altijd nog ambitieus te zijn voor als er iets komt of zo, dat ik nog altijd een stap terug naar boven kan zetten. Maar je wordt ook ouder en ik voel me op zich in Strasbourg wel heel goed. De club vroeger heeft een grote historie. Dus ze zijn gewoon even van het eerste van de Ligue 1 een paar seizoenen weg geweest door geldproblemen, denk ik. Ook misschien failliet geweest. Dus ze hebben terug moeten klimmen. En het is nu het derde seizoen dat ze in eerste klasse terug spelen. Dus ja, stap voor stap probeert die club daar wel iets van te maken. Want op zich, de entourage, kwestie supporters en zo, is wel aanwezig. Dus ja, ik ben er op zich wel graag. Maar ja, in de voetbal weet je hoe dat soms kan lopen. Dus ik probeer gewoon elke week... de wedstrijden te spelen. En daarom is het belangrijk. Is het jammer dat we eigenlijk dit seizoen ook niet Europees hebben kunnen spelen door die een beker te winnen vorig seizoen. Want dat was eigenlijk een heel mooie prijs voor Strasbourg. Dus dat is een beetje jammer dat we het niet kunnen omzetten in een Europees verhaal. Maar jullie hebben de voorrondes gespeeld. Ja, klopt. Ja, in de laatste voorronde zijn wij eruit gegaan tegen Frankfurt. Dus het seizoen ervoor ook kwartfinale of halve finale gespeeld. Dit seizoen ook weer heel ver geraakt. Dus ja, dat is een beetje jammer dat we eigenlijk zo'n zware tegenstander hebben geloot in de laatste voorronde. Anders hadden we zeker in de Europese poelen gezeten. En ja, dan kan je toch iets meer tonen op Europees niveau. Dat weet ik nog van bij Gent. Dat toch wel belangrijk is. Maar dat was niet het geval. Dus ik probeer gewoon nu mijn wedstrijden te spelen. Ik ben nog niet zo heel oud voor een keeper, maar toch, je weet hoe dat in voetbal gaat tegenwoordig. Dus afwachten en proberen die stijgende lijn door te trekken. Dan zullen we wel zien wat er komt. Ja. Hoe speciaal zijn de onderlinge duels als jullie elkaar in de Franse Ligue 1 tegenkomen? Of is dat intussen heel normaal? Oh, voor ons niet zo goed eigenlijk. Strasbourg heeft betere resultaten, hè, tegen Reims. Ja, ik denk dat wel. Zo. Ik denk dat wel. 0-0 in Reims en 3-0 in Strasbourg in de competitie. Ja, vorig jaar denk ik 4-0 gewonnen thuis ook tegen hen. Ja, ook. Het is geleden, ik heb het opgezocht van december, denk ik, 2018, dat Reims gewonnen heeft van Strasbourg. Dus, Maar ja, bij ons is dat ook anders, want wij zijn niet rechtstreeks... we staan niet rechtstreeks tegen elkaar, dus het is altijd anders. Maar de dagen ervoor sturen we sowieso wel een berichtje van gaan we spelen of hoe zit het, die zaken wel. Maar... Ja, dus het is altijd anders als je rechtstreeks tegen elkaar staat. Het is toch nog een ander duel dan dat je zogezegd... in de wedstrijd ben je bezig. Als doelman is anders dan dat je op het veld staat, denk ik. Dus, Het is ook gewoon leuk van nog eens mensen dat je
mee hebt gespeeld tegen te komen voor de match of zo. Want in Frankrijk, laat ons eerlijk zijn, ja, ik blijf gewoon in de kleedkamer zitten. Ik moet niet voor de match even buiten komen om te gaan lachen meestal. Dus dat is wel altijd een keer tof als je wat bekende gezichten tegenkomt. Ja, en behalve Mats, wie kom je nog tegen? Want zoveel Belgen speelden niet, hè? Thomas Meunier natuurlijk wel, Jason De Nayer. Of ex-spelers uit de Belgische competitie, wie valt nog zeggen, op? Ik moet wel zeggen dat er nu wel een paar rondlopen. Hè. Je hebt dan Mitrovic bij Mats, Simon, Calou. Ja, veel ex-Gentenaars. Ja, veel ex-Gentenaars. Bron nu ook. Overplaatst. Ja, er lopen er toch wel wat rond. Hè. Niet per se Belgen, maar inderdaad veel ex-ploegmaats. Ik denk, vorig seizoen toen ik naar Frankrijk ging, waren er heel veel Belgen die periode dat er toen naar Frankrijk zijn gegaan. Ik denk ook nog Simon, Joren Engels dan. Ik denk ook van Cercle Brugge, Peters in het middenveld. Pef Peters, ja. Dat kan. Dus ik denk, dan waren er toch nog waren er toch meer spelers nog België in de Franse competitie dan nu. Maar ja, oké, dat kan misschien volgend jaar terugkomen. Ik denk dat centrale verdediger van Oostende... Wout Faas, die gaat naar Rijns. Naar de ploegmaat van jou, Thomas. Ja. Dus... Ja. Zeg, om de vergelijking te maken met spelers die bijvoorbeeld in de Premier League spelen, al die Belgen die daar actief zijn, we zagen het bij Björn Engels, die zat vorig jaar bij Reims, was ploegmaat van jou, Thomas, speelde dit seizoen bij Aston Villa in de Premier League, speelde daar niet elke week, maar toch regelmatig, en die krijgt ineens zoveel meer aandacht. Dat is dan toch het verschil tussen de Premier League en de Ligue 1. Vind je dat normaal, of denk je van ja, het mag gerust ook eens hier zijn? Of... Ik ben niet echt een aandachtzoeker, maar ik zit daar goed. Ik heb daar allemaal geen probleem mee. Maar inderdaad, Engeland is Engeland. Hè. Dat is de Premier League natuurlijk. Dus dat is wel normaal dat dat meer aandacht heeft. Ja. Hebben jullie de bondscoach al op de tribune gezien bij een match van Reims of Strasbourg? Of is hij er al geweest? Gewoon tout court. Je moet hem erom niet gezien hebben. Niet dat ik weet. Op de tribune denk ik niet, maar ik denk wel dat hij... Oké, dat ik dan een paar keer... Meestal de laatste keren dan ben ik er meestal bij geweest. Dus dat hij wel die wedstrijden, vooral dan tegen de grotere clubs, volgt hij zeker wel. Dus het is tegen Marseille, tegen Parijs, omdat Meunier daar dan ook speelt. Dus die onderlinge duels volgt hij denk ik wel meer dan de duel Strasbourg tegen... Ja, tegen Metz of zo. Dus ik denk wel dat hij meer gaat kijken tegen welke ploeg dat er twee Belgen aan de aftrap staan. En dat hij die wedstrijden zeker wel volgt. Dus dat heeft hij mij toch al over aangesproken. En dus waarschijnlijk bij Thomas zal hetzelfde zijn, denk ik. Ik wil maar zeggen, het EK is dit jaar uitgesteld. Is dat voor jullie misschien een goede zaak? Een jaartje verder en wie weet dan meer kans om er eventueel bij te zijn? Want ja, jullie flirten wel met een selectie natuurlijk. Het is een jaar meer. Ja. Elk jaar kan anders zijn. Hè. Ik ben nu 2 jaar basisspeler. Dat zijn zaken die ook kunnen veranderen natuurlijk. Hè. En dan maak je misschien minder kansen op een selectie. Maar ik ben er momenteel eigenlijk echt niet mee bezig. Hè. Ik ben dat nooit geweest. En zolang ik speel, maak ik kans. En dat is voor mij het voornaamste. Dat is gewoon spelen. Ja. Oké, laten we nog eens om af te sluiten teruggaan naar dat gezegende jaar 2015. Toen jullie samen met Agent kampioen werden. Is het in deze vreemde coronatijden dan een moment om daar eens bij stil te staan en aan terug te denken? Misschien terug te kijken naar die cruciale wedstrijden? Of het was wel een prestatie om voor altijd te koesteren, hè, Mats? Ja, klopt. Ja. Die periode dat we toen hebben meegemaakt, denk ik... Ja, dat dat een ploeg was zonder vedette, tussen aanhalingstekens ga ik zeggen. Dus ja, dat iedereen die honger had voor er iets van te maken. En ik denk dat je die periode misschien... vorig jaar hebben we dan ook de beker gewonnen, maar ja, ik denk dat je dat nooit niet meer... Dat gewoon zo'n mooie periode was, dat je dat misschien niet snel niet meer gaat meemaken. Misschien nooit niet meer, want toen we op die 2 jaar voor ja, Gent zijnde, die toen van subtopper echt naar een topclub is geëvolueerd, denk ik...
Ja, is dat mooi dat wij dat verhaal, dat wij mee een stuk van dat verhaal hebben geschreven. Dus ja, was, ik denk dan aan een heel leuke en positieve gedachten aan terug, dat zeker. Oké, Thomas, eentje om te koesteren. Komt het ooit nog tot zo'n vreugde-explosie bij jou of bij je club waar je speelt? Oh, laat ons hopen van wel, hè. Ja, je weet dat natuurlijk niet, hè. Elk seizoen fixeert je terug op dat... Je vergeet eigenlijk snel zaken. Ik was blij dat Gent nu... die waren over het laatst al die matchen terug... die zijn nu bezig met naar aanloop van de kampioenschap de matchen in de play-offs opnieuw uit te zenden. En, ja. Ze herbeleven de play-offs die geleid hebben tot de titel. Zo terug wat matchen en zo. Ah ja, juist, dat was dat. Dus dat is wel een keer tof om terug te zien. En dan besef je wel, denk ik, beter dan toen dat je het hebt meegemaakt van... wat we toen verwezenlijkt hebben. En, ja, dat zijn hele mooie zaken. En daar droomde van als voetballer. Hè. Goed. Ik zou zeggen, blijven dromen. En vooral hopen dat er snel weer kan gevoetbald worden in Frankrijk. Jullie doen en deden het vooral supergoed daar. Bij Reims en bij Strasbourg. Ik hoop dat er snel weer kan geshot worden in de Ligue 1. We zijn er bijna doorheen. Ik geef nog even mee dat de mensen morgen weer een nieuwe PlaySports Kot mogen verwachten. Dan gaat het over autosport met Dennis Sayed en met Chris Wouters, onze commentator, en ook met Sam de Jonge. Dus zeker de moeite waard voor de autosportliefhebbers. Thomas en Mats, we gaan terug in quarantaine. Fijn dat jullie even konden komen babbelen. En hou je goed, gezond en tot binnenkort. Goeie avond. Ja. Merci, kus. Bye-bye. Dag.